Ik ben helemaal niet de enige die zo lang negatief naar zichzelf heeft gekeken. Of het gevoel had dat ze moest afvallen om goed genoeg te zijn. Hey, mijn naam is Des Balentien. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Quarantaine. Vandaag ga ik in gesprek met influencer Mayra Louise. Zij staat onder andere bekend om haar boodschappen die zij verkondigt over body positivity. Dit wordt echt een inspirerend gesprek. Let's go! Een hele goede avond, Mayra. Hoi. Alles goed met jou? Ja, eigenlijk wel ja. Ik heb wel een fijne dag achter de rug. Gewoon lekker in een flow gezeten met werk en met mijn kindje ging alles gewoon relatief soepel. Behalve een klein op de bank plas moment. Maar verder ging alles gewoon fijn en goed vandaag. Dus ja. Zou je jezelf willen voorstellen? De meeste mensen zullen mij kennen als Mayra Louise. Vorig jaar is mijn eerste boek verschenen. Dat gaat helemaal over self-love en self-care en je goed voelen in je lijf, welke kledingmaat je ook hebt. En ik ben daar steeds meer over gaan delen op mijn Instagram. En daar is uiteindelijk dus ook een boek uitgekomen. Zou je ons misschien een klein beetje kunnen laten zien waar je in quarantaine zit? Nou, dit is mijn kat. Hey. Ze heet Monnie. Monnie? Ja, sorry. Money, gewoon van money, van cash, dinero? Ja, nou ja, wel met IE. We zitten nu in quarantaine, of we zijn er weer richting van, hey, we mogen richting een beetje vrijheid. Weet je waar jij was toen jij te horen kreeg van, er is lockdown en waarschijnlijk voor jou als freelancer, als ondernemer, je opdrachten liggen gewoon aan rij. Ik was net bezig met het opzetten van allemaal workshops. Want ik vind het ook heel tof om workshops te geven en zeg maar offline met mensen te connecten. Maar ja, dat kon ineens allemaal niet. Dus ik heb de eerste paar weken van die intelligente lockdown wel enorm in de stress gezeten. Van hoe ga ik me financieel nu redden? En ja, dat is allemaal wel even heel spannend geweest. En hoe ben je weer uit die stress gekomen? Nou ja, ik heb natuurlijk eerst die uitkering aangevraagd, hoewel dat heel weinig opvangt, moet ik zeggen. Dat dekt niet eens mijn huur. Dus ik heb best wel in de stress gezeten die eerste weken. Ja, weet je, ik ben nu gewoon fulltime met mijn kindje. Dus ik was nog 1 klusje aan het afronden toen. Maar toen op een gegeven moment was het van, oké, nu heb ik geen werk. Die workshops gaan nu niet gebeuren. Wat nu? En ik deelde daar wel over bij mijn volgers. En ik kreeg gewoon van meerdere de vraag van, ja, kunnen we je supporten? Kunnen we je steunen? Wil je een open tikkie aanzetten? En ik dacht echt van, nee, dat kan echt niet. Ik moet iets terug doen, weet je. Je kan me niet zomaar geld geven. Dit is veel te awkward. Maar ja, toen op een gegeven moment dacht ik, ja, mensen blijven dat maar zeggen en vragen. Dus toen heb ik het toch gedaan. En toen heb ik toch echt een paar €100 overgemaakt gekregen van tientallen volgers, zeg maar, bij elkaar. Dus dat was echt zo dat ik echt dacht van, wow, ik vind dit echt zo bijzonder en lief en ongemakkelijk, maar zo lief. Ja. En ik heb daardoor wel die periode toch boodschappen kunnen doen en even gewoon adem kunnen halen. En toen kwam gelukkig een nieuwe klus, dus my ass was saved. Hoe zag je dagelijkse ritme? Ja, ik probeerde. Tijdens de quarantaine. Hoe ziet het er nu uit? Ja. Ik probeerde me daar toen een beetje tegen te verzetten. Van nee, jij gaat nu even spelen en mama gaat nu schrijven. Maar zij had zoiets van, nee. Nee mama, ik wil met jou spelen. Ik wil met jou knutselen. Dus het werd een beetje een gefrustreerde situatie. En eigenlijk toen ik op een punt kwam van me overgeven aan, oké, dit is wat het nu is. Als ik ruimte wil voor mezelf, moet ik dat doen buiten de momenten met die kleine. Toen kwam ik in een betere flow. Dus toen ging ik bijvoorbeeld 's ochtends om 5 uur opstaan om dan de ochtend in mijn eentje te kunnen beginnen. Zodat ik gewoon heel even op mezelf in kon tunen. Ja, al was het in mijn dagboek schrijven of meditatie of een podcast luisteren of gewoon even zitten met een kop thee. Dus ik ben gewoon druk met werk en dan zijn die momenten voor jezelf nog belangrijker geworden. En sowieso, I don't always practice what I preach. En daar werd ik ook wel mee geconfronteerd deze periode van, ja, ik heb het heel leuk, heel vaak over self-love en self-care op Instagram. En in mijn boek staat het er helemaal vol mee. Maar ik hou me er zelf eigenlijk nu relatief weinig en te weinig eigenlijk mee bezig. Dus dat ben ik wel weer echt wat bewuster aan het invoeren. Dat stukje dat je tijd voor jezelf neemt, heb je daar ook wat eye-openers gehad? Wat bewustwording? Dus van, hey, doe dit anders of dat anders. Nou ja, ik zit eigenlijk midden in het verwerken van mijn relatiebreuk. Ik ben vorig jaar oktober uit elkaar gegaan met mijn ex, de vader van mijn kindje. En het is eigenlijk pas sinds een week of 3, 4 nu dat echt duidelijk is van het komt niet meer goed. En voor die tijd zat ik heel erg in een soort van hopen dat het nog goed kwam en heel erg ook de focus op hem en op ons en kon het niet goed komen en wat konden we doen to make things work of zo en deed hij al wat ik van hem nodig had. En daar kwam eigenlijk juist door die quarantaine, doordat je veel minder afleiding hebt, veel meer een vergrootglas nog op te liggen dat ik daar zo mee bezig was. En toen dus een paar weken geleden eigenlijk duidelijk werd van oké, this is not happening, weet je, we moeten dit loslaten. Werd ik ook geconfronteerd met ja, hoe weinig ik eigenlijk voor mezelf deed. Dus dat ben ik nu dus inderdaad weer veel bewuster gaan doen. En ik moest gewoon eerlijk gaan kijken van oké, maar Mai, dit is wat er is gebeurd. Dat is gewoon niet goed voor jou en dat is ook niet het voorbeeld wat je voor je dochter wil zijn. Dat is bij mij wel heel erg een motivatie van wat wil ik haar meegeven en welk gesprek wil ik later met haar hierover hebben. Van dit is allemaal niet voor niks gebeurd en ik moet hierin kiezen voor wat het beste is voor mij. En wat het beste is voor mij is ook het beste voor mijn dochtertje. Dus dat is eigenlijk wat ik mee zou geven. Wel aan vrouwen die hier ook mee worstelen. En ik moet ook zeggen dat toen ik het deelde op social media dat onze relatie uit was, kreeg ik ook echt ontzettend veel DM's. Ook van vrouwen die inderdaad diezelfde struggle hebben. Ik dacht allemaal nieuwe mannen die sliden in je DM's. Nee man, niemand slijt in mijn DM. Het is echt... Ik hoorde je zeggen van hey, ik ben voorheen een plus size model geweest. Dat neemt gewoon in mijn hoofd superveel zelfverzekerdheid en everything. En je zei het net al van ik moest het leven weer gaan vertrouwen. Dus ergens ben je gewoon gegroeid in een zekere vrouw en je doet het en je everything. En dan ineens zeg jij kom je in een relatie terecht waarin je ineens even het vergeet. Ik ben vanaf mijn 19e tot ongeveer mijn 30e heb ik veel gewerkt als plus-size model. Maar eigenlijk was ik al die jaren super onzeker. Droeg je een masker? Ja, ik was echt een soort van two-faced daarin. Dat ik kon soort van daar staan en gewoon lachen. Maar ondertussen was ik heel onzeker. En dat had ook ermee te maken dat... ik als model was ik vaak net te dik. Dus ik kreeg van klanten heel vaak te horen, als je iets zou afvallen, zou het net beter zijn. Dus eigenlijk kreeg ik continu de bevestiging van, we houden van je gezicht, maar je lijf zou eigenlijk net iets anders moeten zijn. En pas na mijn 30ste of rond mijn 30ste ben ik echt met mezelf aan de slag gegaan. Is iets gebeurd rond je 30ste? Wat er in het jaar dat ik 30 werd is eerst mijn vader overleden. Vrij plotseling, na een ziekbed van slechts 6 weken. Hij had longkanker, dus het ging super snel. En ik had met hem best wel een lastige band. Maar hij was ook iemand die altijd heel erg aan het uitstellen was. En ik had ooit een gesprek met hem gehad waarin hij vertelde dat hij na zijn pensioen een wereldreis wilde maken met een camper en allemaal reisplannen had hij. En uiteindelijk is hij dus 3 maanden voor zijn pensioen overleden. Maar eigenlijk is in dat jaar dat ik 30 werd mijn hele fundament gewoon heel wiebelig geworden. En daarvoor heb ik echt wel flink met mezelf aan de bak moeten gaan. Eerst heb ik heel erg mijn lichaamsbeeld aangepakt. Hoe doet dat, je lichaamsbeeld aanpakken voor ons als vrouwen? Nou ja, ik ben eigenlijk van mijn 11e tot mijn 30ste altijd aan de lijn geweest. Dat vond ik heel normaal. Ik was nooit goed genoeg. Ik was altijd mezelf aan het afstraffen, want het moest altijd beter en anders en dunner in mijn geval. En rond mijn 30ste had ik dus dat heftige jaar eigenlijk achter de rug. Maar werd ik ook gevraagd om hypnotherapie uit te proberen als afvalmethode. En ik hoorde natuurlijk afvallen, dus ik dacht, let's go. Het waren een soort visualisatiesessies die ik moest doen. En daarin ging ik eigenlijk terug naar allemaal ervaringen die ik had, die mij eigenlijk hadden geleerd dat mijn lichaam niet goed was zoals het was. Dus bijvoorbeeld, toen ik 11 was zat ik in de klas en iedereen in de klas moest op de weegschaal. En ik was de zwaarste van de klas, ik woog 66 kilo. En al onze gewichten werden op het bord gezet. Dus 66 kilo was dan het hoogste gewicht wat er op het bord stond. Nou ja, dus ik schaamde me dood en de klasgenootjes reageerden, oh wie weegt er dan 66? En wow, dat is echt heel zacht. En eigenlijk toen ik dat stukje met mijn lijf had aangepakt, toen kwam ik er in de jaren daarna achter dat ik intern eigenlijk nog steeds rondliep met dat gevoel van niet goed genoeg. En dat heb ik toen in therapie wel aangepakt. En toen ben ik inderdaad ook weer teruggegaan naar vroeger en waar kwam dat dan vandaan? En hoe komt het dan dat ik de neiging heb om mezelf minder belangrijk te maken dan een ander? Dus ik heb toen al besloten van nou, ik ga stoppen met diëten. Dus ik heb al mijn dieetboeken de deur uitgedaan. Ik kom op een gegeven moment op een punt uit dat je denkt van hey, ik wil dit gaan preachen. Ik wil dit gaan verkondigen. Ik wil dit mensen vertellen. Ze moeten het ook weten. Kan je me meenemen in die reis en hoe dat tot een boek is gekomen? Want ja, dat heeft niet iedereen die uit therapie komt en denkt I want to preach en ik ga boeken hebben. Ik ben helemaal niet alleen hierin. Ik ben helemaal niet de enige die zo lang negatief naar zichzelf heeft gekeken. Of het gevoel had dat ze moest afvallen om goed genoeg te zijn. En toen ik dat eigenlijk ging delen, merkte ik aan de reacties bij hoeveel, voornamelijk vrouwen, maar ook wel mannen, bij hoeveel mensen dit ook leeft. Ik had vandaag toevallig een sessie met mijn psycholoog. Ik ben toen die relatiebreuk in de lucht hing, heb ik toch mijn therapie weer opgepakt. En nu sinds de quarantaine zijn het natuurlijk telefonische sessies geworden. Maar ik was vanmiddag zo aan het vertellen van ja, ik merk dat ik er gewoon weer wel een zin heb om te gaan creëren en dingen te doen en met mijn Instagram aan de slag te gaan en shoots te plannen. Dus ik merk dat het gewoon weer een beetje begint dat je zelf weer op één zetten. Ja, dat ik weer even met mezelf bezig ben. Heb jij een speciale boodschap die je mee wilt geven aan de Brandpunt Plus kijkers? Nou ja, ik denk dat eigenlijk alles wat ik uitdraag en wat zelf ook belangrijk voor mij blijft is, weet je, maak ruimte voor jezelf in je leven en check gewoon bij jezelf in van hoe gaat het nou eigenlijk echt met me en wat kan ik op dit moment voor mezelf doen. Of dat nou is even in je dagboek schrijven of met een vriendin bellen of een avondje op de bank hangen, maar wat heb je gewoon nu nodig om zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. En ik denk dat quarantaine of niet, dat gewoon altijd super belangrijk is. Mayra, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hopelijk zie je. Ja, jij bedankt. Thank you. Vond het een heel mooi gesprek. Yes, dus dit was weer een nieuwe aflevering met Mayra. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, je melding aan te zetten en abonneren op het Brandpunt Plus kanaal. Yes.